Zo, goedemiddag iedereen. Goedemiddag. Hoe gaat het met jullie? Wij groeten jullie allen in de wonderbare naam van Koning Jezus. Hier heb ik mijn gebedspartner Mirelda Emmanuel. Ze gaat jullie zelf groeten. Goedendag iedereen. Ik ben blij weer om hier te zijn. En om samen met jullie weer te praten over de Heer. Het is altijd goed om over de Heer te praten, hè? Ja, zeker. Oké, vandaag zullen wij even kort praten over Gods Koninkrijk. De principes van de Heer en geluk. Het is ons opgevallen trouwens dat vele mensen, kinderen van God, gelovigen, eigenlijk de verkeerde dingen zoeken. Dus in de zin van ze wandelen niet volgens de Bijbelse principes van de Heer. Het is namelijk zo dat de Heer in zijn woord gezegd heeft dat wij als kinderen Gods in Matteüs 6 vers 33 eerst Gods koninkrijk moeten zoeken. Lobby wang te yusuku akonu kondre fugado fosi. Dat Bijbelboek etaki aladin trasanisa yu abifanodo automatisch yu ofeni. Maar vaak genoeg adeso taki wile ki jong wang vooral. Lobby wang we wani eigenlijk. We wani dry asani, we wani dry a wortu fu garo. En garo na wan man, ay hori eng na en wortu, ay hori eng na en pramisi. Ibri wortu sa ataki, ay blessi, ay knapu baka en wortu. En garo wortu taki, we musuku fosi akonu kondre fu eng. So mek mina nga yu tide, mek wino dry a wortu. Isabi so lazy, we begi yu an bepaalde sani na in wi libi. En te ano leuk, da wa vaak genoeg we beschuldig garo. Da we taki ya garo no boom of we din garo ma uno ma fende sani. Lobi wang mi deja so fu taigi bigi komitip ching tide dat we mus onderzoek wi srevi. We mus luku ef wi e waka volgens de principe fu a konu kondre fu garo. Because garo e woroko nanga principe. Ja, dat is helemaal zo. Zoals de Gloria heeft het bijna helemaal gezegd. En verder, in Psalm 37 vers 4 staat, verlustig u in de Heere, dan zal hij u geven de wensen van uw hart. Amen. Dat wil zeggen, wij moeten als eerst ons verlustigen in de Heere. Verheugen in de Heere. Blij zijn om hem te dienen. Al onze problemen, al onze lasten, al onze verdriet in hem leggen. En dan zal hij ons geven de wensen van ons hart. Want ons hart, meestal, ons hart wenst eigenlijk soms ook naar verkeerde dingen. Snapt amen, u? Amen. En wenst eigenlijk ook niet naar de wil van God. Amen. Toch? Maar als wij ons verheugen in de Heere, als wij groeien in de Heere, dan zal hij ons hart dan veranderen. En amen. Dan zullen we ook verlangen naar wat hij voor ons heeft. En zo als wij verlangen naar hij voor ons heeft, zal hij ons geven de wensen van ons hart. Amen. Dus verheug u in de Heere, dan zal hij u geven de wensen van uw hart. Amen. Yes. Zo, hiermee wil ik zeggen, laten wij eerst onze persoonlijke relatie met de Heere fixen. Weet u, het is zeer belangrijk dat wij eerst zoeken het koninkrijk van de Heer. En als wij dat gaan zoeken, gaan we automatisch een relatie met de Heer hebben. Ik had het al eerder gezegd, een relatie met de Heer moet als nummer 1 zijn. Hoe kan jij een relatie met de Heer aangaan? Mirelda, kan je daarop ingaan? Ja, een relatie met de Heer is eigenlijk als vriend- en vriendinrelatie, yes. Partnersrelatie. Natuurlijk, als je een relatie met de Heer hebt, wil dat zeggen dat je dagelijks in contact met amen, hem bent. Amen, helemaal. Als je niet dagelijks contact bent met iemand, dat wil zeggen je hebt geen relatie met de persoon. Amen. Als we kijken naar vriend- en vriendinrelatie, als je van iemand houdt, ga je dagelijks in contact met de persoon willen zijn. Yes. Je gaat weten wat de persoon doet, hoe de persoon zijn dag is geweest. Amen. Weet u, en zo moet jouw relatie, je persoonlijke relatie met de Heer ook zijn. Toch? En als je een relatie hebt met de Heer, ga je weten waarvan hij houdt, amen. Waarvan hij niet houdt, wat hij van je verlangt, weet je, en hoe jullie samen, weet u, kunnen groeien, weet u. En zo moet onze relatie ook zijn met de Heer. We moeten dan weten waarvan hij houdt, waarvan hij niet houdt, wat hem blij maakt, wat hem boos kan maken. Helemaal. Weet u, dus dat alles kan een rol spelen in een relatie met de Heer hebben. Yes. En als je zo dus verder gaat met je relatie en dan ga je zo dus steeds groeien in de Heer en dan gaat hij jou geven de wensen van je hart. Goed zo. Het is ook zeer belangrijk dat wij Gods woord bestuderen. De Bijbel zegt dat de mens eronder gaat door gebrek aan kennis. If you know sab God's word to,
yo de wan swaki Christen. Wan san is a afeant e frede na te yu e begi Bibles, te yu e taki Bibles. Yu mu sabi a word to fugado, because a word to fugado a de powerful. Te yu sabi a word to fugado, da noti no man dege dege yu. Te yu abu wan relati na ngagado, automatis yo begi ala dei. Yu nom leisi a word to wang, ma yu mus go moro dipi, yu mus bestudering. Yu sabi wi nom mus din gado op grond fu feni bepaalde sani fugado. Wi nom din gado omdat wi wan wan partner, omdat wan genees, omdat wan gado voorziet die wi in bepaalde sani, in een financiële toestanden en zo, weet je, wan in bepaalde doorbraak fugado. Ma u mus din gado omdat u lop gado, u mus din gado omdat ade gado. So u kon ja so fu tegi unu ti de bakadina, taki teken moro serieus na gado. Herstel a relati fu yu na gado. Lobby gado, sabi gado ini alas a ye do. Betrek God bij alles. Ataki jaso na ine word, na ine spreuke 3 vers 6. Taki te yu sa betrek ena ini alas a ye do. Da asa meki alas a ni fu yu go boom. Dat iko une Jezus taki. Dus mi wan tegi wan smati de. Ibri alas an sa yo do. Kari na gado en suku gado for seker gado no make you konasheng. Mino si wan sma ete sabe pot en vertrouw na ini gado en gado make a konasheng. Ja hoor, helemaal waar. Zuster Gloria heeft het allemaal gezegd. Een relatie met de Heer hebben Amen. Gaat ook gepaard met het lezen van Amen. Het woord. Het woord is de Heer, is hoe Hij is. Alles van Hem kan je vinden in het woord. Amen. En zo leer je Hem beter kennen. En ook en Hem kennen in al jouw wegen, yes. net als wat ze zei. In elke stap die je neemt, betrek God bij. Amen. In elke plan die je hebt, betrek God bij. Want wij allemaal hebben zoveel plannen. Amen. Maar als je dat laat was aan toe, like corona, dan kunnen we er niks aan doen. Dus Amen. Betrek Hem bij in alles wat je doet. Amen. Toch, dat is zuster Gloria ook aangehaald. En dus laten we dus zo verder gaan met de Heer. Laten we een relatie met Hem opbouwen. Laten we zijn koninkrijk opzoeken. En laten we ons verheugen in de Heer. In welke situatie je dan ook bent. Verheug je in de Amen. Heer. En dat kan een situatie nog komen. Een situatie nog komen. PO4 brokken en zo. Ze gaan er zijn. Maar ook in die moeilijke tijden. Verheug je in de Heer. Heb die blijdschap. Want de Bijbel zegt: Priseri fu masra, de u krachti. Srefi te u de swaki, kone Jezus tenanga u. Ja, dat is helemaal zo. Amen. Dus verheug je in de Heer. Maak Amen. Niet uit wat er gebeurt. God is Amen. Er altijd. Amen. Amen. Hij zei, we gaan door moeilijke tijden. Yes. Maar Hij zal er altijd bij ons zijn. Laten wij als christenen volharden. Volhard in deze tijd vooral. Amen. En dan zal je zien dat Hij er altijd voor je staat. Maakt niet uit wat er gebeurt. Yes. Hij is er altijd. Nee, Hij zal altijd een weg banen waar er geen weg is. Amen. Zo, wij groeten u tot een volgende keer, een andere aflevering. Dan zullen wij verder met jullie praten. Ik wil nog één ding zeggen. Vergeet niet. Alla deze je oppo, je moet schrijven positieve geschiedenis. Be blessed. Love you all. Love you all. Bye bye.